als jullie gegeven hebben in de pauze. En ik hoop dat jullie genoten hebben wat God ons gegeven heeft in de pauze. En dat jullie ook van elkaar hebben mogen genieten. Heerlijke gesprekken gehad. En ik wil iets heel moois in jullie bekendmaken. Evert, onze penningmeester en tevens bestuurslid van Jij Daar, heeft jullie laten zien dat ja, we behoorlijk naar beneden aan het gaan zijn met de machtigingen. En Evert moest naar huis. Hij moest om 9:30 in Rotterdam zijn. Dat haalt hij net niet. Hij had zo'n stapel machtigingen bij zich. 53 stuks machtigingen hebben jullie met z'n allen gegeven. Krijgen we gewoon kippenvel van. Ja, dat is echt. We hadden vanmiddag nog mailcontact en via de mail hebben we ook gebeden. Dat doen wij dan ook. En daar hadden we ook gevraagd, heren, u hebt altijd in alles voorzien. Wilt u ook in onze financiële status voorzien? Want we boeren echt een stuk terug. En wij vertrouwen ook dat u dat gaat doen. En jullie hebben erin ook jullie verantwoordelijkheid genomen. Hartelijk bedankt dat jullie nieuwe vrijwilligers zijn. Tevens zat er een eenmalige gift bij van maar liefst 1.000 euro. Ja, dat is echt heel bijzonder. Daar worden wij stil van. En dan komt ook nog de collecte erbij. Het is heel erg hartelijk bedankt namens de stichting. Ik wil graag het woord geven aan Mark, Dave en Mark. Ja, nou zat ik je te plagen hoor. We hebben ook een getuigenis en we hebben nogal een stapeltje vragen zo te zien. Ja, goedenavond voor het tweede gedeelte. Als jullie allemaal de zaal in willen komen. Ja, Koos, je hebt al wat bekendgemaakt. Ik heb net van Diederik gehoord, de penningmeester, dat we 2100 euro hebben opgehaald. 2100 betekent dus 400 euro contanten en de rest aan machtigingen. Nou, allemaal heel hartelijk bedankt. Ik denk dat het overweldigend is. Nogmaals, geweldig. En dan wil ik nog een complimentje maken. Koos deed het al. En is eigenlijk aan de muziekgroep. En ik moet eerlijk zeggen, we hebben de laatste tijd wel wat met elkaar gesproken. Dat het eigenlijk beter moet. Dat ging hier en daar toch niet helemaal lekker. Maar ik mag wel zeggen, jongens, het gaat vanavond. Zeker met zo'n piano. Dat is de eerste keer dat we nu met een piano, een vleugel, zeg maar, spelen. En met zoals jullie nu spelen. Ja, ik vind het complimentje echt weer een complimentje waard. Jongens, geweldig. Ga ze door. Dat we tot eer van God zo mogen zingen en met elkaar, dat is toch een, iets geweldigs, jongens. Hè? Nou, ik had van tevoren even met Ron contact gehad toen hij op vakantie was. Maar ik mocht hem niet van zijn dochter bellen. Dat was lekker met zijn vrouw weg. Dus ik had hem eigenlijk de playlist gestuurd, die was niet aangekomen. We wisten niet van elkaar wat we zouden lezen. En ik had een stukje uit Matthäus 24, die is al genoemd vanavond. En het gaat over de uitspruitende vijgenboom. Dus niks toevallig, zei Ron. En was wel weten dat de tekenen van de tijd, zoals Ron zei, en er zullen geruchten van oorlogen zijn, de mensen zullen elkaar haten, liefdeloosheid, en nog is de eindtijd niet. Het evangelie zal verkondigd worden, en we weten dat binnen 20 jaar, denk ik, rond heel de wereld, iedereen een Bijbel heeft in zijn eigen taal, dan zeggen we, nog is het einde niet. En als we dan kijken naar de lente, die elke keer opkomt, de zomer en de winter, dan zien we dat God doorgaat. En ook de uitspruitende vijgenboom, dat wil ik lezen, vers 32. Leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Dat is nu ook zo. En we zien overal de bloemen, alles uit het knalt eruit eigenlijk. Het is prachtig om te zien. Per week zie je eigenlijk naar de bladeren komen, de bloemen. Zo ook wanneer u deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar zeg ik u, dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Dat is ook een troost, dat Gods woord door blijft gaan, de verkondiging. Waar dan ook in Nederland, en ook zoals Ron doet in het buitenland, pastoors, lesgeeft. En dan wil ik ook nog, ja, ik dacht zelf aan, elke seconde telt. Ja, wat is het nou? Je kan zeggen, elke seconde telt. He, voor onszelf, dat Christus wederkomst is, met de hemelvaart, dat we uit mogen zien naar zijn wederkomst, een wereld vol gerechtigheid. Maar het komt ook als een dief in de nacht. Dat staat in 2 Petrus 3. En dat stukje wil ik ook met jullie lezen. Maar laat dan dit u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar is 1 dag. Nou, laat staan 1 seconde.
Dat is in Gods ogen eigenlijk helemaal niks. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Nou, als je dan in de grondtekst kijkt, heb ik me laten vertellen, dat was als zo'n tekst dat allen tot bekering komen. Nou, God is machtig om iedereen te bekeren, denk ik. Maar als in de grondtekst wordt dat vertaald als allerlei. Wereldwijd ook, dat zijn de blanken, dat zijn de donkere, dat zijn iedereen op de wereld, waar dan ook. En God heeft de mens op het oog. En toen dacht ik ook van, nou ja, elke seconde telt, is dat ook niet voor ons iets, dat wij met ons, als we tot bekering zijn gekomen, iets willen vertellen aan anderen. Dat we ook anderen willen behouden tot de zaligheid, zoals Paulus dat zegt. Ook die secondes tellen voor ons, dat wij in de genadetijd leven. God zegt nog, hij vertraagt zijn belofte niet. Dus hij wil nog zeggen dat wij in een tijd van genade leven. De wereld leeft nog in een tijd van genade, dat God de mensen tot bekering wil brengen. En dan mogen wij misschien, met jij daar en Ron in zijn, ja, in zijn training van pastoors, iets betekenen om mensen tot die zaligheid te brengen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken erop zullen branden. Dus ik heb dan ook vers 14 nog even meegenomen, ook eigenlijk vanuit de lezing van Ron. Daarom, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden. In vrede. En beschouw het geduld van onze Heren als zaligheid. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt, daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onverstandige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. Dus ook beijver u onbevlekt en smetloos voor hem te leven. En ik weet dat het moeilijk is, dat je soms je aanvechting hebt, maar ga dan tot hem. Ik was net een jongetje van 12 jaar, misschien is hij nog in de zaal, hij moest om 10 uur weg, zei hij. 12 jaar, hij zegt, joh, hoe komt het nou, wat moet ik nou doen? De ene keer ben ik dicht bij God, een jongetje van 12 jaar, hè. Hij zegt, de andere keer word ik zo van God afgehouden. En er staat ook in de Bijbel dat we als kinderen moeten worden. Nou, ik werd er zelf een beetje beschaamd van, 12 jaar, dat je zo daarmee bezig mag zijn, en hier mag zijn, op zo'n avond. Nou, ik wens je God zegen. Ik heb me ook God zegen gewenst. Het is 12 jaar, als de jongen was vrijwilliger te zijn. Maar zo'n jongetje zou als getuige eigenlijk hier moeten staan. He, dat je zo kinderlijk geloof mag hebben. Geweldig, toch? Straks hebben we nog een getuigenis. We gaan in gebed en dan zingen we een vaste rots van mijn behoud. Zo'n prachtig lied. En daarna wil Wilfred Milord zijn getuigenis geven. Ook hem wens ik dan God zegen in zijn getuigenis. Willen we nu voorgaan in het gebed met elkaar. Trouwe Vader, ze mogen ook in het tweede gedeelte tot u komen. Voor uw heilige aangezicht nader, Heren. Want u zijt een heilig God. En soms gaan wij er zo verkeerd mee om. Maar mogen ook deze avond voor uw aangezicht staan, Heren. Met z'n allen. En het van u verwachten. Ook dit tweede gedeelte. Wilt gij Ron en Koos de woorden geven. Om mensen in het hart te raken waar ze mee zitten. Het is soms moeilijk misschien, Heren. Zo'n korte tijd. En Ron zei net, ik zou nog wel 3 uur willen spreken van God en van mijn belevenissen. Maar Heere, geef hem de kracht en de wijsheid. Dat ook deze avond, en misschien door mensen die later bekeken wordt, mag doorwerken tot bekering van mensen. Bekering van zondaars. Dat het een genadegoed is dat wij hier mogen staan als jij daar. Wat we in een vrij land leven. En zo onze getuigenissen mogen geven, Heere. Ook in het zingen en in het spreken. Daar mogen we u voor danken. Wilt gij ook vanavond dan het tweede deel met de ieder zijn die een taak hierin heeft te verrichten. Zegen ons, vergeef het verkeerde wat niet is naar uw wil. En dank ook voor de collecte, Heren. Een overweldigende collecte, wat we ook niet hadden verwacht. Maar ook dat zijn aardse dingen, maar die ook nodig zijn om deze avonden mogelijk te zijn maken. Ook daar mogen we u verdanken. Zegen dat ook jij daar in de landen, Heren. Dat zo elke maand overal uw woord mag verkondigen. En zo vrijwilligers mee bezig zijn. Ook daar mogen we u verdanken, Heren, voor al uw goedheid. Zegen ons zo'n tweede uur. Dat vragen we niet om onze verdiensten, maar om uw lieve Zoon, om Jezus wil. Amen. Vaste rots van mijn behoud. Thank you.
Dag Wilfred. Ik wil eerst mijn waardering uitspreken dat je de moed hebt genomen en ook de wil die in jou is om iets te vertellen over ja, wie God voor je is. Misschien is het goed om je eerst even voor te stellen wie je bent. Goedenavond allemaal. Nou, mijn naam is Wilfred Miedot. Ik val me gelijk met de deur in huis. Ik ben autist en ik heb PDD-NOS. En ik wist pas toen ik 21 was. En als ik mijn, ja, hoe moet ik zeggen, wie was ik? Ik was een net jongetje. En ik ontspoorde niet, ik bleef netjes binnen de lijntjes. En ik denk dat het daar ook misschien wel in ligt. Ik ga heel even terug naar het autisme. Ik wist dus 21 jaar lang niks. En dat is een hele zware periode geweest. Ik was als kind was ik gewoon afhankelijk. Ik begon met werken. En alles moet je aanleren. Het duurde veel langer dan normaal. Het leven was vallen en opstaan. En het is nog. Misschien van daaruit dat je zegt, als ik 's morgens mijn knieën niet bad, dan ging het gewoon fout. Maar was dat dan het leven alleen? Voor de rest was heel veel leeg. Dat was het niet alleen. Mijn jongste broertje die heeft eerder een getuigenis gegeven, ook bij jij daar. Die gooide alles los. Maar die kwam meer tot bekering als ik. En daar zat ik dan in mijn kamertje, thuis, getrouwd. Ik had alles gekregen wat ik niet verdiend had. En toch had God me nog zoveel gegeven. Ondanks dat ik het als kind niet verwacht had, ook niet toen ik 21 was. En pas toen ik nog net 25 was en ik trouwde. Maar daar zat ik dan in mijn kamertje, thuis. Ik was de verloren zoon geworden. Maar ook toen was het alles nog niet. Als kind was ik overal geweest. Ik kwam zeg maar als jongen, ik kwam bij de SNA, ik kwam bij de SNB, ik ging overal heen. Maar Wat was er dan nog niet, Wilfred? Ik had nog niet echt dat ik leefde uit Christus. Als ik dan bad en dan gaf ik mijn hart aan de Heer Jezus. En dan was een dag later was alles weg en ik wist niks meer. Ik had echt niks meer. En wanneer kwam het dan wel? Nou, dat was toen ik was getrouwd. Ik had een kind, ik heb een gezin. En op een gegeven moment zat ik in de kerk. En we kregen twee preken. 'S Morgens Psalm 23 en 's middags vanuit de catechismus. En het was eigenlijk bij allebei, ja, eigenlijk dat ik een beetje kreeg van, ja, je bij Psalm 23 eventjes blijdschap en het was weg. En 's middags een hele zware catechismespreek. Het deed me even vat en het was weg. En toen schrok ik. Toen dacht ik van, is dit nou alles? Ben ik zo ver weggezakt? Dat ik dus zeg maar, om het in Bijbelse termen te vatten van, ja, ik heb voor u gespeeld en u hebt niet gedanst en ik heb een klaaglied gezongen en u hebt niet geweend. Toen dacht ik van, is dit dus zover? Weggezakt, dat ik zo ver beland ben. Nou, dat is dus een omkeer geweest waarbij ik heel mijn leven, heel mijn hart, alles overgegeven heb. En dat is eigenlijk ook het punt waarop ik mijn autisme en alle zorgen die het gaf, teruggelegd heb. Gezegd heb, heren, u weet er overal vanaf. En dan krijg je het ook weer terug. Dus je hebt als het ware je hele leven, je autisme, je ver van God, alles gewoon aan God gegeven. Gewoon heel eerlijk verteld eigenlijk. Ja, alles. En toen? Onweer het. Dan raak je, dan ben je blij. Dit doe jij niet, toch? Nee. Nee, maar dan ben je blij. Ja, daar kwam een blijdschap over jouw ziel. Helemaal. Dus door eerlijk te zijn naar de Heere, naar God,
kwam er als reactie dat hij als het ware het van je afnam. En dat je in de vrijheid gesteld hebt, blijdschap. Absoluut, absoluut. Het is niet zo dat ik zeg, ik heb er geen last meer van. Nummertje 1, we hebben een storing waarschijnlijk in de microfoon. Okay. Geef maar. Het is niet zo dat ik zeg van, ik heb er geen last meer van, het is levenslang. Simpel gezegd, ik heb levenslang. En dat is, iedereen heeft zijn eigen kruis en dit is mijn kruis. En het is ook niet gegaan van een, het gaat niet van een leien dakje, maar je mag het telkens teruggeven. En ik heb 2 jaar terug een depressie gehad dat ik gewoon thuis zat en geen onkruidje meer kon trekken. En nou heb ik een verhuizing achter de rug en heb ik 3-dubbel gewerkt. Dan kan het. Zie jij dus jouw kruis eigenlijk als iets wat God je gegeven hebt, waar je dan ook ja, eigenlijk wel dankbaar voor bent? Moet je dankbaar, ja, ben je dankbaar om je kruis? Misschien is het eerder te zeggen, het is het juk. Want het kruis is natuurlijk de verdrukking die je draagt. Maar het juk kan ontzettend zwaar zijn. En er zijn momenten geweest dat ik dacht van, ik hou het niet meer. Ik ga eraan onderdoor. En dan is het niet alleen maar, mijn zoontje heeft autisme. Dus bij elkaar hebben we een heel zwaar pakje. Ook gecompliceerd. Ja. Dus het is bij elkaar heel veel. En aan de andere kant, is dat alles? Nee. Want ik heb erom gevraagd van of het van me afgenomen mag worden. En dat is niet gebeurd. Maar er is wel wat anders gebeurd. God weet wel wat ik nodig heb. En hij heeft wel het juk op mijn schouders opgetild. Zodat ik het niet meer als een last ervaar. De Heer Jezus spreekt over een juk, hè? En een juk, dat denken wij vaak, die moet je alleen dragen. Maar de Heer Jezus bedoelde dat juk wat 2 beesten draagt, hè? Droegen, zo heet dat geloof ik. Dus met andere woorden, dat juk waar de Heer Jezus over spreekt, is aan de ene kant loop jij, en aan de andere kant loopt de Heer Jezus. Heb je dat ooit zo gezien? Nee, zo niet. Bijzonder, hè? Ron, zeg ik dat goed, exegetisch? Dus het is niet het juk van dat melkmeisje, dat je links en rechts... Nee, het is het juk dat hij samen met jou dragen wil. Dat is mooi. Dat is heel mooi. En dan is het ook nog een keer zo dat de meester loopt naast jou. Moet je eens voorstellen dat onze heiland datzelfde juk als Wilfred draagt. En hij loopt naast jou. Er is geen godsdienst ter wereld waar de meester, waar de koning, waar de heiland naast je loopt en persoonlijk jou kent. Want door hem en samen met hem te lopen, heb je ook gesprekken. Precies. Wie is nou de Heer Jezus voor jou? Alles. Alles. Ik zou zonder hem niks zijn. Je kan niet meer zonder de Heer Jezus. En mag ik eens vragen, waarom ben je zo ontroerd? Want ik word er ook heel ontroerd van jouw tranen. Is het omdat God zo goed is? Of is het... Nou, hij is alles en hij is groot. En dan valt alles van mij valt in het niet. We zongen net ook een lied. En dan juist als je het hebt over dat tranen wegvallen, dan komen er misschien juist tranen van vreugde even. Ik vind het heel bijzonder. En ik wil eigenlijk misschien 1 ding. Misschien zitten er hier mensen die ook een vorm van autisme of wat dan ook, een variant of een broertje of zusje ervan hebben. Geef het allemaal over. Welk kruis je ook draagt, je draagt niet alleen. Hij draagt mee. Prachtig. Ron, mag ik jou vragen om hier te komen? Blijf even staan, Wilfred, want we gaan voor jou bidden. Zou jij als pastor Ron willen bidden? Ik geef hem namens jullie allemaal een zoen. Ik ben trots op je, maar daar heb je niks aan. Dan hoeven we elkaar de hemel niet in prijzen. Maar het werk van God in jou... Ron, zou jij van Wilfred willen danken? Zullen we samen bidden? Hemelse Vader, ik sta hier met uw zoon, met Wilfred. En ik wil u danken, Heer, voor wat u in zijn leven aan het doen bent. Er ligt een kruis, een juk op zijn schouders. Een juk wat u precies pas gemaakt heeft voor hem. En u zegt zelf, ik geef je niet meer te dragen dan je hebben kan. U weet wat hij hebben kan. En Heer, u zegent hem op zo'n geweldige manier... Dwars door de moeite, dwars door het vechten waar hij zoveel tegenaan loopt heen.
geeft u hem iedere keer weer uw rust, uw kracht, uw vrede in zijn hart. En zo willen we hem ook zegenen, Heere God. We zegenen Wilfred met uw zegen, met uw vrede en met uw rust. Zegen zijn gezin, zijn zoontje, zijn vrouw. Zegen hem, Heere, en maak hem tot zegen voor mensen om hem heen. Dank u wel voor wat u in hem doet. En dat u uw glorie in hem laat zien. Hij die zichzelf zo kwetsbaar voelt. Wij zien uw kracht in hem. We prijzen uw grote naam. Amen. Okay. Geef hem straks, als jullie naar huis gaan, even een schouderklopje of een bemoediging. Als een stuk liefde naar hem toe. Ik ben gewoon helemaal ontroerd. Ik ben ook ontroerd over jou, Ron. Hebben jullie morgen allemaal vrij? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Het is bizar wat jullie van vragen gesteld hebben. En Ron, we gaan maar gewoon beginnen. Ja, hoe lang hebben we? Ja, tot 11 uur morgen? Nee hoor, we moeten de klok een beetje in de gaten houden. Maar joh, weet je wat? We geven Dave gewoon de opdracht. Die boert een keer in de microfoon, dan moeten we stoppen. Oké. Ja. En wij doen net alsof we hem nieuw horen. Ja, precies. Ik weet, het is voor mij ook, dit podium is nieuw, dus ik blijf maar naast je staan een beetje. Prima. En ik lees de vraag altijd even voor de mensen thuis. En we vallen eigenlijk maar gelijk met de deur in huis. Het is net ook al aangehaald. Wat als ik, na heel veel jij daar avonden, dus het is blijkbaar voor deze persoon een hele belangrijke avond, nog steeds niet kan geloven. Dat is blijkbaar de boodschap van ons. Hij wordt geprojecteerd, hè? Ik voel mijn zonde en mijn ellende zo weinig. Schuine streep, niet. Dat is blijkbaar een voorwaarde in dit alles. Daar weet jij alles van. Mm-hmm. Wel heb ik God nodig. Hoe kan jij deze persoon nou helpen, Ron? Niet kunnen geloven. Omdat je, ik denk dat het te maken heeft met, ik voel mijn zonde zo weinig, niet. Wel heb ik God nodig. Weet je, er is geen enkele voorwaarde om tot God te gaan. Niet, heb ik wel genoeg zondekennis? Ik kan je het antwoord geven, nee. Nee. Wij beseffen helemaal niets van onze zonde en hoe zwaar de zonde is. Ik kijk naar het kruis van de Heer Jezus. Daar zie ik hoe zwaar mijn zonde is. En ik besef het niet. Het is te groot, het is te veel, het is te overweldigend. Dus de bekendste zin uit de theologische geschiedenis, daar ga ik even theoloog uithangen. De bekendste zin uit de theologische geschiedenis is dat iemand aan zijn leermeester vroeg, doet er niet toe, Thomas van Aquino, maar iemand vroeg aan die leermeester, waarom moest Jezus mens worden? Cur Deus homo. Waarom moest Jezus mens worden? En dat ging toen allemaal in het Latijn. En toen zei die man, en dat is de beroemdste zin uit de theologische geschiedenis, non dum considerasti quanti pondere sit peccatum. Je hebt nog niet beseft hoe zwaar de zonde is. Als je kijkt naar het kruis, als je kijkt naar de Heer Jezus en je ziet wat er gebeurde toen hij aan het kruis werd genageld, daar zie jij wat je zonden zijn. En die zal jij nooit voldoende beseffen. Dus zegt God niet, pas als jij je zonden voldoende beseft, dan als jij zegt, Heer, ik heb u nodig. Dan staat er, want ik heb God wel nodig. Ik besef mijn zonden niet, maar ik heb God wel nodig. Dat zondebesef, dat komt vanzelf. Dat komt vanzelf. Hoe meer Jezus in je leven dichtbij komt, hoe meer jij hem mag ontvangen, hoe meer je ook gaat beseffen wat je hem aangedaan hebt. Hoe meer je gaat beseffen wat je hem aangedaan hebt. Maar dat gebeurt daarna. Ja, zodra als ik alleen maar naar mezelf ga kijken, denk ik, goh, hoe rottig ben ik van binnen? Hè? Hoe beroerd zit het met mij? Wat voor zonde doe ik? Nou, ik kan je aardig lijstje op noemen. Ga ik niet doen. Hè? Morgen in de krant. Nee, dus zonder besef en zonder kennis is belangrijk in de relatie met de Heere God, maar niet als een voorwaarde. Ja, maar het is toch ellende, verlossing, dankbaarheid. Ja, maar nooit als een volgorde.
Niet als een volger. Sommige mensen ontdekken de Heer Jezus doordat ze eerst hun zonde en ellende gaan zien. En dan gaan ontdekken, oh maar wacht eens even, als dit mijn staat en stand is, dan moet ik toch als de wiede weer gaan, moet ik op mijn knieën om de Heer Jezus en zijn genade en vergeving te ontvangen. Maar sommige mensen ontdekken de glorie van de Heer Jezus in hun leven. Denk, oh wat geweldig, maar oeh, wat ben ik dan? Dus dan draait het om, maak er geen volgorde van. Het hoort er allemaal bij, ellende en verlossing en dankbaarheid. Het hoort er allemaal bij, en het is één pakket. Maar wanneer en hoe, dus als je zegt, Heere God, ik heb u nodig. Oh, man. Moet je eens voorstellen, ik ben vader van 3 dochters. Inmiddels zijn ze 20, 18, 16. Vreten van alles uit, hè? Het gaat tegenwoordig goed hoor. Maar als een van mijn meiden, naar mij toe komt en zegt, pap, ik heb u nodig. Zeg ik dan, nou, dan wil ik het eerst even hebben over wat je 3 jaar geleden. Tuurlijk niet. Als een van mijn meiden mij nodig heeft, en als het er echt op aankomt, en ze hebben mij niet voor een, hè, ze zitten op kamers of zo, weet je, of voor een schilderijtje of een dingetje of een gordijntje ophangen nodig, maar als ze mij nodig hebben van, ik weet niet meer waar ik het zoeken moet, pap, ik heb u nodig, wilt u me alsjeblieft helpen? Wilt u komen? Wilt u er voor me zijn? Nou jongens, dat heb ik ook met ze afgesproken, waar op de wereld ik ook ben, ik kom terug. Nou, dan heb ik het nu over een zondige, beperkte, gebrekkige aardse vader. Hoeveel te meer zal de hemelse vader, op het moment dat één van jullie zegt, Heer, ik heb u nodig. Niet, ik zeg het even eerbiedig, alles uit zijn handen laten vallen. Jezus noemt dat de 99 schaapjes, laat ik dan daar, en dan ga ik voor die ene. En achter jou ook aankomen en zeggen, kom maar. Hier ben ik. Kom maar. Ik heb je lief. Dus als je zegt, hoe kan het nou dat ik nog steeds niet kan geloven? Omdat je allerlei voorwaarden gaat stellen. Maar als je geloof wil zeggen, Heer, ik heb u nodig. Alsjeblieft. Is dat alles? Vroeger, die bewuste schoolmeester, die zei dan, zo zal het maar niet gaan. Nou, ik kan tegen die man vertellen, zo gaat het precies wel. Bij de Heere God. Zo gaat het. Echt. Echt. Koos, zo gaat het. Maar er wordt over deze vraag al heel veel geworsteld. Ja, ik weet het. Ik heb er zelf ook mee geworsteld. Man, wat heb ik geworsteld. En ik was bang dat ik de zonde tegen de Heilige Geest had gedaan. En ik was bang voor dit en ik was bang voor dat. Totdat de Heere Jezus... Dat ik zo de Heere Jezus leerde kennen. Ja, maar weet je, wat er ook gebeurt. Maar dit laat ik me niet afnemen. Heere, hier ben ik. Hier ben ik. Ik ben gewoon echt als jong jochie al op mijn knieën gaan zeggen... Heer, wilt u ook mijn redder zijn? En dat is het. Op het moment dat jij zegt, Heer, ik weet ook niet hoe ik moet geloven. Als je zegt, ja, ik wil wel, maar ik kan het niet. Niemand kan het. Hoeft ook niet. Weet je wat geloof is? Heer, alstublieft, kom in ongeloof te hulp. Maar volgens mij Wilfred dat ook heel mooi een demonstratie. Ja, schitterend. Die heeft gewoon verteld tegen de Heere God, hier ben ik. Weet je... En ik kan me voorstellen dat je de weg kwijtraakt af en toe met alle avonden. En dan heb je daar weer wat, en dan hoor je daar weer wat. Zoek het nou eens in het woord. Je had het erover, lees nou eens elke dag 2, 3 bijbelversjes. Hè? Nou, mag ik jou nou meegeven? In de Bijbel staan heel veel bekeringen. Met name bijvoorbeeld in het boek Handelingen der Apostelen. Ja. Ga nou eens gewoon elke dag een bekeringsgeschiedenis lezen. Die in de Bijbel staat. En ga eens nadenken over de volgende vraag. Wat laat God daar mij zien? Hoe komen die mensen tot geloof? En als die zondekennis jouw voorwaarde is, ga dan eens kijken hoeveel zondekennis en hoeveel zonde deze mensen beleden. Vervolgens in het boek Handelingen door, ga je naar een van de evangelieën. Er staan ook heel veel bekeringen in. Ga eens kijken hoe de mensen rondom de Heer Jezus tot geloof kwamen. Dan hoor je het niet meer van Ron, dan hoor je het niet meer van jij daar, dan hoor je het niet meer van dominee, maar dan kan je zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, staat in de Bijbel. Zijn er nog mensen die hierover deze vraag door willen vragen of nog iets aan willen vullen? Ron, ik heb zoveel vragen. Mm-hmm. Weet je wat we doen? Ik denk gewoon de bovenste. Prima. Dit is een praktische vraag. Ik worstel enorm met het feit dat een goede vriendin, die niet gelooft, door een verschrikkelijk moeilijke periode gehad. Nou, dat is hartverbrekend. Mm-hmm. Je houdt van elkaar en ik wil haar bemoedigen en ondersteunen. Nou, nu de praktijk. Ja. Maar hoe doe ik dat dan? Ja, dat is lastig, want als het een goede vriendin is die niet gelooft, dan is het lastig om tegen haar te zeggen, Jezus houdt van je, Jezus is ook voor jou zonde gestorven, Jezus dit, Jezus...
Wat ik doe, als ik weet dat er iemand die ik ken, die niet gelooft, het moeilijk heeft, zijn twee dingen. In de eerste plaats, ik ga namens hem of haar op mijn knieën voor de Heere God. Het mooiste beeld van gebed vind ik de vier vrienden en de verlamde man. Ja. Dat is pas bidden. Dus bidden voor die vriendin, dat doe je niet te zeggen, Heer, het zou toch wel geweldig zijn als ze ook nog... Nee, dat is vechten, dat is knokken. Wat doen die vier vrienden met die verlamde man? Jullie kennen de geschiedenis. Gaan via de buitentrap het dak op. Jezus staat in een huis, stampvol mensen. Hij staat met zijn rug tegen de muur, stel ik me zo voor. Ze luisteren, waar zit hij ergens? Dan gaan ze, dat kan hè, nog in het Midden-Oosten. In Pakistan zo slapen mensen op het dak, hè, plat dak. Veel te warm 's nachts, dus dan gaan ze daar slapen. Dus dan heb je tegels, daktegels. 1 bij 1. Ze halen die daktegels eraf. Daaronder zit stro. Ik zal even een geintje vertellen. Daaronder zit stro. Ook in de dagen van Jezus. Onder zit stro. Dat stro schuiven ze aan de kant. Boven het hoofd van Jezus. Die heeft helemaal onder het stro gezeten. Probeer me zo voor te stellen. Hè? Die heeft helemaal onder stro gezeten. Maakt niet uit. Kan zij hun allemaal niks schelen als die vriend... maar voor zijn voeten komt. En dan zegt Jezus, dan kijkt hij omhoog, het stro even zo uit zijn gezicht, en dan zegt Jezus, hun, staat er, Jezus, hun geloof ziende, zei tegen die man, uw zonden zijn vergeven. Dat is bizar, hè? Hun geloof. Dus jij, dit vind ik zo'n verantwoordelijkheid voor ons, hè? Als jij een ongelovige vriend of vriendin, ik doe het voor mijn buren, buurman, buurvrouw heb, dan mag jij... voor hen geloven. En als jij gelooft, dat wil zeggen als jij diegene voor Jezus neerlegt en zegt, Heer, u kunt alle dingen, u kunt ook deze vriendin van mij redden en verlossen, u kunt uzelf aan hem of haar bekendmaken. En Jezus ziet het, zegt, oh, ga ik het doen ook. Ga ik het doen ook. Praktisch is, wees trouw, wees trouw, wees trouw. Dat. Nou, dat is makkelijk onthouden, 3 keer trouw. Ja. Nee, maar ik bedoel, waaraan kan je laten zien dat jij van Christus bent? Naaste liefde. Heb elkaar lief. Heb uw naaste lief. Uw naaste, dat is love your neighbor. Degene die naast je woont, naast je leeft, naast je zit. Nou, dan moet jij mijn buurman eens hebben. En heb je vijand lief? Ja, er zitten een paar buren hier van mij. Dus. En heb je vijand lief? Hè? Dus is dit een antwoord? Goed. Nummertje 1. Al een paar jaar mag ik geloven bij God te horen. Nou, dan komt ze terug op dat, of hij, op dat voorbeeld wat je had. Toch schrik ik ook bijvoorbeeld van zo'n donderslag. Ja. Daardoor ga ik twijfelen aan mijn geloof. Ja. Dus dan komt er twijfel aan de zekerheid van het geloof. Hoe kan ik hiermee omgaan? Ja. Weet je wat ik doe? Ik kan alleen maar vertellen hoe ik er zelf mee omga. Ik schrik met enige regelmaat, 's nachts nog wakker, oordeelsdag. Ik heb het maar geaccepteerd. Ik zal dat tot mijn laatste snik toe zal ik blijven schrikken van nachtelijke donderslagen. Maar ik laat het niet tussen God en mij inkomen. Ik ga dan niet zeggen, oh, is mijn geloof... Nee, nee. Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Ook dat soort dingen die je dan in het verleden een keertje ingeprent zijn, kunnen mij niet scheiden van de liefde van Christus. Maar ik ga er niet... Want ik heb een poos ook inderdaad gedacht van, ik moet daar vanaf. Nou, weet je, God weet het, ik weet het, ik vind het wel best. Maar is eigenlijk... Dan schrik ik af en toe een beetje wakker. Een beetje nuchter, dat is dat nuchter zijn, hè? Nuchter en waakzaam. Nuchter betekent, laat je niet onderuit halen door dit soort dingen. Door angst, waarvan je weet dat het geen terechte angst is, maar omdat het nou eenmaal ingesleten is. Het zijn patronen, die zitten ingesleten, ik kom er niet vanaf. Ik kan er of heel erg over gelopen gaan tobben, of ik denk, nou ja... Zo heel vaak onwitten, 's nachts nou ook weer niet. He? Snap je? Beetje nuchter, jongens. Beetje nuchter. Je kwam ook met een bijbeltekst. Zonder dat je in de gaten had waarschijnlijk, kwam je ook met een bijbeltekst. Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Dus ook die gedachte niet. Ja, nee. Ook die gedachte niet. Ook die angst niet. Dus door veel het woord je eigen te maken, ga je vanzelf ook... Je hebt namelijk niet eens in de gaten dat je een bijbeltekst gebruikt, volgens mij. Nee. Zo vanzelfsprekend is het woord van God. Ja, dus jongens... Als je ergens bang voor bent, terwijl je weet dat het niet nodig is en dat het eigenlijk dat het niet bij God past. Laat maar gaan. En dan word je af en toe eens een keer wakker. Nee, maar ik heb daar bewust voor gekozen. Je hebt daarvoor gekozen? Ik heb daar echt voor gekozen. Ik denk, of ik raak iedere keer in paniek en denk... En als ik dan bang word van de wederkomst, ben ik dan wel een kind van God. Want een kind van God is niet bang voor de wederkomst. En toen dacht ik, ja, maar wacht eventjes zeg.
Ik weet wie de Heer Jezus is. Ik weet dat ik zijn kind mag zijn. Ik weet dat ik door genade zijn kind mag zijn. Ik weet waar de angst vandaan komt. Nou, dus ik heb ervoor gekozen om te zeggen, ik ga niet. Weet je, ik heb het ook op andere momenten. Ik zei net een beetje gekscherend van, zo zal het mij niet gaan. Maar soms sta ik op een preekstoel, sta ik de genade van de Heer Jezus te verkondigen, hoor ik het stemmetje in mijn achterhoofd, zo zal het maar niet gaan. En even bekruipt me dat gevoel, mag ik dit wel zeggen? Klopt het wel? Maar dan weet ik, dat is van de duivel. Dat is niet van God, dat is van de duivel. Die probeert mij weg te houden bij de genade. En dan kies ik ervoor, denk ik, nou, dat stemmetje, dat zal wel, dat raak ik nooit meer helemaal kwijt. Maar ik blijf bij de genade van Jezus. Ik kan me ook voorstellen, Ron, dat dit een proces is geweest in het volwassen worden in het geloof. Ja, ja hoor, er is een moment gekomen dat ik dacht van, nou weet je, dan word ik s'nachts maar een keertje zwetend wakker. Dus het is net als de puberteit eigenlijk, je geloof, dat is ook een beetje puberteit. Dan kan je gillen over dingen die niet bestaan en niet gebeuren. Maar naarmate je ouder wordt, groeit in de genade die er is in Christus, ja, ga je op een gegeven moment ook zeggen, ho eens. Hoe meer je Jezus leert kennen, dus het heeft ook te maken met het steeds vertrouwder worden met de Heer Jezus. Hoe meer je de Heer Jezus leert kennen, hoe meer je hem gaat begrijpen, des te meer weet je, allerlei stemmetjes in mijn hoofd, vanuit het verleden of vanuit mijn eigen omgeving, kunnen mij dingen influisteren. Eén stem geef ik de voorrang. En welke stem kies jij? Eén stem geef ik de voorrang. Dus de stem van de liefde van de goede herder. Is dat een antwoord? Dan gaan we naar de psyche van de mens. Och. Help. Ja, nou ja, ik noem hem maar de psyche. Mm-hmm. Hoe om te gaan als je rationeel, sterk, nuchter in je geloof staat, maar je geest, wat hij dus of zij mm-hmm. gevoel noemt, wordt regelmatig terneergedrukt. Mm-hmm. Ratio en emotie matchen niet altijd. Nee. Nou, herkenbaar. Dus je weet, ik ben van Christus met je hoofd. Maar ergens diep van binnen is er toch iedere keer weer die twijfel. Je weet, God heeft mij lief, Jezus heeft mij lief. Maar ergens van binnen is er toch die twijfel. Ook hier weer, het zijn de verschillende stemmen. Dus een lied, hè, laat andere stemmen in mij zwijgen, opdat ik uw stem hoor. Zowel je geest als je gevoel, dus je hoofd, je hart, je verstand, geest, ziel en lichaam behoren God toe. En wat mijn gebed is vaak, omdat ik het natuurlijk ook herken, hè, we kennen het allemaal, dat je met je hoofd wel weet, maar dat je hart niet meekomt. Mijn gebed is altijd, Heere, maak mij een mens uit één stuk. Zoals u mij bedoeld heeft, maak mij een mens uit één stuk. Dat wat ik weet, dat ik het ook ervaar, dat ik het ook voel. Maar wat ik het allerbelangrijkste vind is, en dit wil ik echt tegen dezegene zeggen die dit heeft geschreven, geloof is meer dan een gevoel. Geloven, zegt de catechismus, is een zeker weten en een vast vertrouwen. En zeker weten wil zeggen, ik weet, ik ken de Heer Jezus, ik ken de geschiedenis uit de Bijbel, ik heb hem horen zeggen, het is volbracht, dat weet ik zeker. Maar het is ook een vast vertrouwen, ook al voel ik het niet, ik geef me daaraan over, ik vertrouw me daaraan toe, ook al voel ik het niet. Jongen, ik heb in mijn pastoraat aan mensen in de gemeente zo vaak mensen begeleid, die zeiden, Ron, ik weet het wel, het zal wel waar zijn, maar ik voel niks meer. En ik heb zelf ook wel eens een periode gehad dat ik niets meer voelde van God. Ik ging bidden, maar het deed me niks. Ik zong liedjes in de kerk, de psalmen zong ik mee, het deed me niks. Ik las in de Bijbel, het raakte me niet. En ik raakte ervan in paniek. Ik denk, is het niet goed met mij? Gaat niet goed met mij? Ik ben geen kind van God meer. Ik ben weg, ik ben de verloren zoon, ik ben afgedwaald. En hoe kom ik ooit weer terug? Totdat ik die catechismus weer een keertje ging spellen. Je moet de Bijbel spellen hoor, maar de catechismus zegt af en toe, zet hij een streepje ergens onder een Bijbels thema. En een van de Bijbelse thema's is dat geloven meer is dan een gevoel. Gevoel hoort er wel bij, hè? Het is wel de liefde van Christus. Maar weet je, even uitkijken wat ik zeg, want het wordt uitgezonden, maar ik zeg het ook wel even tegen mijn geliefde vanavond, tegen Annette. Ik ben niet altijd even verliefd op Annette. Sorry, lieverd. Sorry. Nee, maar snap je? Als je getrouwd bent, ben je niet altijd helemaal. Hè? Wel heel veel, maar niet altijd. Minstens één keer per maand, denk ik. En dan zeg ik niet, oh, hou ik nog wel van haar? Nee, tuurlijk hou ik van haar. Dat weet ik. Zo ergens
diep in mijn botten. Ik weet dat ik van haar hou, ook als ik het even niet voel. Of als ik even niet verliefd ben. Of als ik even, hè, wat we dan doen is, dan gaan we even uit eten. En, of we gaan samen naar Spanje. Eergisteren teruggekomen. Hè? Dus reken maar dat je dan verliefd wordt in de Spaanse zon, jongens. Hè? Dus dat kan je ook altijd nog doen. Hè? Maar waar het even om gaat is dit. In een relatie, de relatie met de Heere God, gaat het niet, de norm is niet wat voel ik, de norm is niet wat denk ik, de norm is wat zegt u tegen mij. Niet wie ben ik in mijn geloof, ben ik nog wel een kind van God, doe ik nog wel dit goed, doe ik nog wel dat goed, maar wat zegt God tegen mij? Niet jij hebt mij uitgekozen, zegt de Heer Jezus, ik heb jou uitgekozen. En dit is wat ik tegen je zeg, jij bent mijn kind, jij bent mijn geliefde zoon, in wie ik een welbehagen heb. Jij bent mijn dochter, ik hou van jou. Dat is wat God zegt. Daar luister ik naar en dat gevoel komt wel weer. Weer dat nuchtere, dat gevoel komt wel weer. Als ik ga zitten graaien naar een gevoeletje in mezelf, ben ik met mijzelf bezig. Geloven is niet in jezelf gaan peuren, maar is zeggen, Heer, hier ben ik. Mag ik alsjeblieft van u ontvangen? Dus als je zegt, ja, met mijn hoofd weet ik het wel, maar met mijn hart komt niet mee, geeft niks voor een poosje. Het is lastig, het is jammer. Je wil graag genieten en blij zijn, maar weet dat jouw zaligheid en jouw relatie met God veilig en geborgen is in zijn hand en niet in jouw hand. Heb je een antwoord gehad? Of wil er nog iemand wat toevoegen? Ik denk dat we nog twee vragen kunnen hebben. En ik heb hier echt een hele ontroerende vraag. Die is echt door jouw lezing en ook het thema gepakt. Niet in paniek raken. Maar hoe dan? Het lijkt, komt-ie, of de duivel weer te veel ruimte krijgt. Dus blijkbaar is die ruimte ergens weg geweest, maar hij krijgt het weer. Dus vraag nummer 14, sorry. Ik word zoveel overspoeld, hè, dat woord, emoties en gedachten. In mijn hoofd is het een chaos. Een chaos waar geen ruimte lijkt voor God. Wat een beleving is hier. Mm-hmm. Een chaos waar God ook helemaal niet meer in wil zijn. Zo. Ik zal hem wel elke keer weer teleurstellen. Wat. Aan de andere kant voel ik dat elke seconde telt. Ergens weet ik dat ik Jezus nodig heb. Want zonder hem zal ik vallen in de macht van de duivel. En zal hij mij overspoelen. Mm-hmm. Wat een hartekreet. Oké. Mocht je naar huis willen, we vinden het helemaal niet erg dat je gewoon zachtjes naar huis gaat. Hè? Ik zal nog heel even wachten, want dit is wel een belangrijke. Ja, nou dat zeker. Chaos. Dat is inderdaad wat de duivel creëert, chaos. Het gevoel overspoeld te worden door emoties en gedachten, chaos waarin geen ruimte lijkt voor God, waarin God ook niet wil zijn. Daar haak ik even op aan. Zeg nooit, en ik zeg dit in de naam des Heren, zeg nooit dat God niet in jouw chaos wil zijn. Er heeft namelijk een kruis midden in onze chaos gestaan. Jezus is naar de chaos toegekomen. En Jezus is er middenin gaan staan en heeft eronder geleden en is eraan gestorven en is eruit opgestaan. Hij wil niets liever dan in jouw chaos zijn. Daar is hij voor gekomen. Ik ben niet gekomen om rechtvaardig. Ik ben gekomen om zondaren zalig te maken. Ik ben niet gekomen voor gezonden. Ik ben gekomen voor mensen die ziek zijn en genezing nodig hebben, zegt de Heer Jezus. Hij zegt trouwens ook, ik ben niet gekomen om door jou gediend te worden. Ik ben gekomen om jou te dienen en mijn leven te geven als een losprijs voor velen. Als het chaos in je hoofd is, is dat de plek waar God wil zijn. Als je zegt, nou, ik heb het redelijk voor elkaar het moment, heeft God weinig met je te schaften. Maar als jij zegt, Heer, het is één grote bende en ik heb het gevoel dat de duivel aan alle kanten aan me trekt en dat hij nog aan het winnen is ook, daar is waar Jezus wil zijn. En dat is de plek waar hij naar je toe komt. En dan zegt hij, juist als jij zo diep zit, je kunt niet dieper dan hij. Zijn hand zit namelijk altijd daaronder. Hij is neergedaald tot in de hel. Je kunt niet dieper dan Jezus. Hij is altijd dieper dan waar jij zit. En hij weet hoe het voelt. Kijk maar naar Gethsemane, hoe die druppels bloed zweet van paniek. Chaos in zijn hoofd en in zijn hart.
chaos. Hij weet hoe het voelt. We hebben een hoge priester die kan, die niet, we hebben geen hoge priester die niet kan meeleiden. Want hij is op dezelfde wijze verzocht als wij, maar zonder de zonde. Dus jongens, alsjeblieft. Ik zie dit, het is een hartekreet. Maar ik zet er een hartekreet van God tegenover. Mag ik alsjeblieft in jouw chaos komen? Laat me toe in jouw chaos. Verberg je niet in die chaos. Verberg je niet, maar laat mij erbij. En ik zal je mijn rust en mijn vrede geven. Weet je wat ik zit te denken terwijl jij aan het praten bent? De duivel ziet in jouw leven dat de Heer Jezus binnen aan het komen is. Weet je wat, als ik de duivel zou wezen, dan kwam ik juist jou die chaos veroorzaken. Het is eigenlijk omgekeerde bewijslast. Ja. Daar waar Christus gestalte krijgt, moet je beducht zijn dat die briesende leeuw op je afkomt. Dus eigenlijk is het ook nog, als christelijk geloof nooit beproefd wordt, mag je wel eens afvragen of je bij de Heer Jezus hoort. Misschien is dat een hele kromme uitleg van mij. Hoor. Nee. Zou de duivel juist niet komen van, omdat daar leven zichtbaar aan het worden is? Ja. En als je dus zegt, ergens weet ik dat ik Jezus nodig heb, zonder hem zal ik vallen in de macht van de duivel. Hij weet ook dat je hem nodig hebt. En waarom kom je dan vanavond niet, of mag dat niet? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Waarom kom je nou vanavond niet dan? We zijn er voor jullie. Waarom gaan we niet allemaal gezamenlijk op onze knieën hier in dit gebouw? Dat zijn we niet gewend. Ik heb het pas één keer in mijn leven meegemaakt dat een groep van 30 jongeren op hun knieën ging. Het was een heilig moment. Waarom niet vanavond? We hebben hier prachtige mensen. We zullen je het maar niet vragen in de zaal, want het is ongaat. Nee, maar het is heel belangrijk dat je beseft, jouw chaos is voor God geen chaos. Hij weet precies wat er aan de hand is. En zegt, kom maar. Laat mij dat nou maar doen. Hoef jij niet te doen. Laat mij het maar doen. Laat mij jou rust en vrede geven. Hoef jij niet te doen. Kom maar. Dus leg je leven in de handen van de Heer Jezus. Heer, hier ben ik alsjeblieft. Ik heb een idee. Alsjeblieft. Er is hier vast wel een lokaal. Dave, waar? Luisterend oor. Achterin. Rom. Ik durf het bijna niet te vragen, maar na de lezing zou je nog een kwartiertje daar willen zitten. Goed hoor. Graag. Jongens, ga er maar heen. Ga er maar heen. En je weet misschien niet eens wat je moet zeggen, nou dat weet Ron wel. Want je hebt wel ontdekt, dit is wel een pastor, een dominee, een herder, een leraar, die wel weet hoe hij zijn schaapjes moet leiden en die ze wel kent. Hij heeft niet voor niks een enorme zware baan van God gekregen. Ga maar naar hem toe. En ga maar. Gaan we bidden? Ga maar bidden. Ja. Dus hier achter in het lokaal. Want we stoppen nu met de vragen. We gaan ze van de week allemaal op internet zetten in het gastenboek. En misschien wil jij wel reageren. Ik ga het niet aan Ron vragen, want die is druk genoeg. We zullen zelf proberen kijken of we antwoorden hebben. Want er zitten echt zulke vragen bij. Er zitten ook vragen bij die wel in het andere antwoord al beantwoord zijn. Maar ga maar zo naar Ron toe. Eigenlijk moet ik zeggen, ga maar via Ron naar de Heere toe. Want hij is toch een boodschapper. Hij is ook niet meer. Hij is God niet. Maar hij is wel een boodschapper van die God. We gaan naar de laatste vraag. Ja, die is eigenlijk altijd dezelfde. Oh ja. Ja, die ken je wel. Je hebt natuurlijk al heel veel over hem gezegd, hè? Ja, wie is de Heer Jezus voor jou, hè? Ja. Wat zou jij nou zeggen op die vraag om hun stinkende jaloers te maken? Oh, nou, dat kan ik wel jaloers maken, ja. Dat is de enige jaloersheid die mag, hè? Ja, weet je wat ik... Ik heb deze vraag natuurlijk vaak op de jij daar avond, krijg je altijd deze vraag. Ik merk dat ik iedere keer weer iets anders zeg. En nu ik even diep naar binnen heb gegraven, toen ik hier op weg naartoe was, dacht ik, oh ja, ze gaan vragen, wie is de Heer Jezus voor mij? Toen zei ik, Heer, wie bent u? Wie bent u voor mij? En toen kwam, ik zei al, ik heb een boekje geschreven over Johannes 15, en in Johannes 15 zegt de Heer Jezus, ik noem jullie mijn vrienden. Ik ga er zondag over preken ook, in mijn eigen gemeente. Het is een gemeente waar ik nog steeds preek. Als je zegt, wie is de Heer Jezus voor me? Ik weet niet of jij een goede vriend hebt. Ik heb heel lang dat niet durven zeggen, Heer Jezus, u bent mijn vriend. Want Jezus is de Zoon van God. Hij is de schepper van hemel en aarde. In het begin was het woord en het woord is dus groot. Maar dan zegt de Heer Jezus, en dat ga ik zondag ook tegen de gemeente vertellen, ik noem jullie mijn vriend. Wie is de Heer Jezus? Hij is mijn beste vriend. En vriendschap betekent dat je alles met elkaar deelt. Dat je elkaar door en door kent en toch van elkaar houdt. Jezus zegt het ook, omdat ik u alles deel met wat ik van mijn vader ontvang, dat deel ik met je. Dan denk ik, oh Heer, wat
wat ongelooflijk. Dat u tegen mij zegt, ik noem je mijn vriend. Ik noem je mijn vriend. Wie is de Heer Jezus? Jezus is mijn vriend. Heel bijzonder. We hebben wat moeite, hè, met die vriend. Ja. Hè? Want alsof je maar in je binnenzak kan. Ja, hij is zo heilig. Ja. Hij zegt ook wel, je bent mijn vriend als je doet wat ik zeg. Dus hij zegt er wel achteraan, juist omdat ik je vriend ben en zoveel van jou, moet je wel doen. Want anders zie ik mijn eigen vriend, met mij, de verkeerde kant op gaan. Dus je moet wel bij me blijven. Je moet wel bij me blijven. Want ik, oh Heer, u bent mijn vriend, ik mag bij u blijven. En als je dan weer eens uitgevallen bent, dan hoef je alleen maar te roepen. Ja. Die vriendschap van Petrus, hij zakte uit het gezicht weer op de Heer Jezus in de golven. Hoef je alleen maar te roepen, daar was hij weer. Maar dat doen vrienden toch? Ja. Een vriend is er voor je. Prachtig. Jezus is mijn vriend. Ja. Jaloers, hè? Jaloers, hè? Oké. Even kijken, we krijgen nu een prachtig bloemenmeisje. Nee, je moet blijven staan, want we gaan... Wat krijg ik mee, bloemenmeisje? Ja, het bloemenmeisje. Nee. Jij. Nou, zij wel willen, hè? Hey, bloemenmeisje. De bloemen zijn voor u. Dankjewel. Hartelijk dank voor wat u vanavond wilde zeggen tegen ons. En ik denk dat we hele mooie dingen meegekregen hebben. Oké, dankjewel. Wil u nog toezingen en dan mag u daarna nog het gebed met ons doen. Jezus Christus, u die de duivel overwonnen hebt, u die zit op de troon aan de rechterhand van uw Vader, u die zoveel van ons houdt, dat u al uw glorie en heerlijkheid hebt afgelegd, om voor ons, voor ieder van ons, naar deze aarde te komen en te lijden, en te sterven, en op te staan, en op te varen. U heeft de weg dwars door onze chaos heen gebaand. En nu mogen wij achter u aan, u als de herder, wij als uw schapen, op weg naar de eeuwige heerlijkheid, op weg naar de jongste dag, de dag dat u zult komen, en dat u van ieder die gelooft, ieder van ons die zegt, Heer, ik heb u nodig. Wilt u mijn heiland zijn? Wilt u mijn redder zijn? Wilt u mijn vriend zijn? Dan zal u van al die mensen de tranen van de ogen afwissen en zeggen, welkom thuis. Welkom thuis. Heere, ik bid u, dat u met uw Heilige Geest zo neerdaalt in de harten en de levens van al deze mooie mensen hier. Waarvan velen zichzelf helemaal niet mooi vinden van binnen. Dat u ze reinigt.
dat u hun hart vol laat lopen met uw liefde. Dat u ze uw vrede schenkt. En dat ze gaan beseffen dat het goed is. Als zij loslaten, dat u ze dan vast kunt houden. Wordt ze te sterk, Heere. Wordt ze te machtig. En vul ons allen met uw vrede. Dat wil ik jullie toebidden, de zegen van onze God. De Heer zal je zegenen en Hij zal je behoeden. De Heere doet zijn aangezicht over jou lichten en Hij zal je genadig zijn. De Heere verheft zijn aangezicht over je. En Hij geeft je zijn vrede. Amen. En zo zijn we er weer gekomen aan het einde van deze prachtige jongerenavond. Dave, wil jij Ron naar het lokaal zo begeleiden even? En tegen jullie zou ik willen zeggen, als in je hart brandt, hè, dat is de Emmausgangers, hè. Ik ben van mening dat de Heere Jezus Christus vanavond heel dicht aan je hart hebt staan kloppen. En indien iemand zijn stem hoort en de deur zal open doen, hè, alsof het aan jou ligt, hè, ik zal bij hem binnenkomen en avondmaal houden. Ik zou vragen, ga met Ron in gebed. Ga met God in gebed. En laat die kans niet voorbij gaan. Wanneer staat de Heere weer zo dicht aan je deur? Ben je al bekeerd en zit je ergens mee? Of wil je gewoon eens dat er iemand een stukje Bijbel leest? Ga er maar naartoe. Het is al vaker gezegd vanavond dat het opvallend is, dat, en dat gebeurt op bijna elke avond, dat we van elkaar niet weten wat voor Bijbelgedeeltes we lezen. Mark wist dat niet, we weten het vaak van de spreker niet. En we eindigen een magistrale uitspraak van de Heer Jezus die naadloos aansluit bij wat Ron net bad. En zo zien we ook dat de Heer deze avonden door zijn geest ook wil gebruiken. We willen eindigen met deze grandioze slotzin. Je vindt hem opgetekend in Johannes 16, dan vers 33. Deze dingen, zegt Jezus, heb ik tot u gesproken. Nou, wat heeft hij vanavond tot je gesproken? En het doel van dit alles is, opdat gij in mij, niet in jij daar, niet in Ron, niet in Piet, Kees, Klaas of wie dan ook, maar opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zul je verdrukking hebben. Hebben we ook over gehoord vanavond. Maar heb goede moed, zegt de Heer Jezus. Dat zegt hij tegen jou en tegen mij. Ik heb de wereld overwonnen. En dat zal onze slotzin wezen. We gaan zingen over deze vrede. En we zingen, ga nu heen in vrede. Kom, ga en maak het waar. Wat wij hier beleden samen met elkaar. Aan uw dagelijks leven, uw gezin, uw werk, wil daaraan u geven. Want gij zijt Gods kerk. Ons slotlied en daarna gaan we vrij zingen. En denk maar alvast na over het lied wat je daar wil zingen, als je nog wil vrij zingen. Ga nu heen in vrede.
met deze schitterende woorden van de Heer Jezus en gezongen wensen we jullie een heel fijn weekend toe. En zondag weer het hoogtepunt van de week, de dienst. En ik hoop dat jullie zo zichtbaar mogen zijn in deze wereld om ons heen. Dat die liefde van Christus door jullie heen zo verspreid mag worden. We gaan vrij zingen. Jullie mogen nog lekker wat te drinken nemen. Ga naar Ron, het lokaal. Heb je een lied? Kom nog maar even. Ik weet niet hoe laat het is, maar we hebben toch morgen vrij, dus we zingen wat. Maar het eerste lied in het vrij zingen is al opgegeven en dat is een nieuw lied. En het is een schitterend lied. We hebben het aan het begin al gezongen. En ik zou zeggen, zing het maar het volle borst mee. De tekst alleen al. Kijk eens wat we gaan zingen. Kom, vestig uw gezag. Wees koning in ons hart. Wij vragen dat aan de Heer. Herstel uw beeld in ons. En het is het lied Bouw uw koninkrijk. Lied 7, 6, 9. Ik zou zeggen, zing het maar het volle borst mee. Wie rijdt er naar Houten? Wil jij meerijden? Wie wil deze leuke jonge pianist meenemen naar Houten? Wie gaat er naar de buurt van Houten? Please, daar hebben we iemand. Neem jij even contact op met hem. Vervoer.
Ja, mooi. Ja, mooi. Maar jullie ook, mooi gezongen. Het volgende lied moet je eens afvragen. We hebben net gezongen, als hij terugkomt, dan komt zijn koninkrijk, hè? Dan gaat er het volgende gebeuren. Dan zal hij zijn engelen uitzenden met bazuin van groot geluid. En ze zullen zijn uitverkoren bijeen vergaderen van de vier winden. Dan worden we bij elkaar gehaald. En aan de uiterste der hemel tot uiterste der zelf. Dan zijn we bij elkaar. En ik geloof dat zingen en God aanbidden op de nieuwe aarde een hele grote plaats heeft. En dan moet je eens voorstellen, hoe zullen wij met z'n allen het volgende lied dan zingen? Dan hebben we geen zonde meer. Geen ziekelijk lichaam meer. Dan zijn we geheel verheerlijkt en gans gelijk aan hem, onze koning. Nou, dan gaan we tienduizenden redenen hebben om hem daarmee groot te maken. Stel je dat maar eens voor bij het zingen van het lied 10.000 redenen. De zon komt op, maakt de morgen wakker. Over heer, o mijn.